Dag allemaal, hartelijk welkom bij deze wedstrijd die gespeeld zal worden in El Alcoraz. Ik ben Sieter Vos en naast me zit mijn gewaardeerde collega Jeroen Guter. Zoals gebruikelijk, alle tekenen wijzen erop dat dit weer een mooi duel wordt. En ik zeg u met al mijn ervaring, dit wordt een spektakel. Je hebt van die wedstrijden waarbij je vooraf het gevoel hebt dat het iets bijzonders gaat worden. En weet je, Sieter, dat heb ik nu. Volgens mij wordt het geweldig. Hier zien we de basisopstelling van het eerste team. Ja, die trainer heeft gekozen voor 4 verdedigers, 5 middenvelders. 1 spits. Ja, 1 spits. Is het een 4-5-1? Maar wel een aanvallende 4-5-1 lijkt het. Ja, want dat kun je zien aan die 2 aanvallende middenvelders daar. Opstelling van de tegenstander. Hier is die formatie. 2 rijtjes van 4. Dus een 4-4-2. Ja, goede oude 4-4-2. Ja, dat is een klassieke formatie, hè, die wordt eigenlijk overal ter wereld gespeeld. En vandaag dus hier. Aftrap is inmiddels genomen. We beginnen aan de wedstrijd. Hij rukt verder op. De doelman met een makkelijke redding. Hij zit er goed tussen bij die pas. Hij komt nu dichter in de buurt van het doel van de tegenstander. Een kans om te scoren. Zo lang zijn we nog niet bezig, maar hier is al de openingstreffer. De verdediger totaal het bos ingestuurd. Ja, die actie was gewoon perfect uitgevoerd. En dan die afronding, ja. Hard geschoten, hè. Maar ja, de richting is perfect en dan is er voor een keeper eigenlijk geen beginnen meer aan. De score is geopend. Het is 1-0. Keen. Doet hij goed. Keen. Komt er het doelpunt aan? De lat werkt niet mee. We spelen verder. Niet in het netje. Net buiten bereik van de teamgenoot, dus een inworp voor de tegenstander. Het zou wel eens iets kunnen worden. Het zag er goed uit, maar er wordt niets gedaan in de voorzet. En dat drugs, nou die mag er best in hoor, als gelijkmaker.
In actie van de sluitpost. Niet voorgegeven, een korte corner. En hij raakt hem hard, ongenadig hard. Ja, maar iets te onnatuurlijk. Ja, dat zie je vaker, hè. Dat gaat dan ten koste van de precisie. Daar onderschept hij de pas. Er wordt aan de opbouw gewerkt. Er wordt goed overgespeeld. De bal gaat makkelijk rond, zeg. Ja, hij maakt het doelpunt en weer staan ze gelijk. Heel netjes van dichtbij afgerond, maar dat was een koud kunstje. Het voorbereidende werk, daar draaide het allemaal om. En het staat weer gelijk, 1 tegen 1. De bal afgepakt. Daar is ondersteuning voor de aanvaller. Omis. Op eigen helft de bal veroverd. Keen. Tussen. Hij stoot verderop en is hier de voorsprong. Die bal gaat naast, oh, maar wel goed geschoten, zeg. Ja, je ziet het, hè. Hij wil de bal gericht plaatsen, maar dan mikt hij net niet nauwkeurig genoeg. Volgende keer misschien ietsje minder hard schieten. Ja, en mijn advies, iets beter mikken dan ook. Door die tackle is hij de bal kwijtgeraakt. Een medespeler helpt hem. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval voeren. Die gaat naast. De doelman zag het van ver aankomen. De dribbel op de helft van de tegenstander. Voorzet in het 16 meter gebied. Het leek een angstig momentum, maar nee. Hij proeft hem fysiek af en heeft de bal weer in bezit.
Daar is ruimte op de vleugel. Doelman had hem. Bal blijft binnen. Het is rust, zegt de scheidsrechter. De eerste helft is voorbij. En de scheidsrechter fluit. De tweede helft is begonnen. De speler krijgt hulp. Hij moet hier die voorsprong pakken. Bal wordt voor het doel gebracht. Wieland Cyprien. Hij krijgt nu de ruimte om over de vlak te gaan. Deze om voor te komen. Simpel balletje voor de doelman. Blijft aan de bal. Deze moet er gewoon in. Wat een misser, zeg. Een kluts. Dat zijn toch ballen die er gewoon in moeten van zo'n afstand. Ja, voor de doelman was het een eitje. Hij kon heel makkelijk de bal pakken. Ik denk eigenlijk dat hij daar zelf ook heel erg door verrast is. Ja, nu redt de keeper nog. Maar het moet wel een waarschuwing zijn, hè, voor dit team. En meer van dit soort kansen, en dan, ja, dan kan die achterstand niet uitblijven. Er wordt naar binnen gesneden. Gered door de keeper. Bal blijft in het spel. Die zit er uitstekend bij. Ja, die zet goed terug. Maak je wat van deze corner, dan pak je de voorsprong. Tijd voor een nieuwe speler op het veld. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Het gevaar is nog steeds niet geweken. Er zijn opties aanwezig voor een counter. De bal weer heroverd. Key. Wie roept deze dribbel een halt toe? Wat een mooie passes. Ze komen allemaal aan. Goed gebruik gemaakt van het balbezit. Opgeruimd staat netjes, zal hij denken. We hebben nog 20 minuten te gaan. Ze heroveren de bal. Dat hij zelf ook wel verbaasd is, hoor. Van zo dichtbij nog wel. Hij rukt verder op.
zit er nu bijna op. Maar als deze aanval tot een goal leidt, winnen ze de wedstrijd. De kans om voor te komen. Een heerlijke redding. Het is een eminente redding. Dan belangrijk. Ja, zal hij de wedstrijd uit handen kunnen geven, want zoveel tijd is er ook niet meer. Hoekschop wordt voorgegeven. Die kopbal leek zo de doel te verdwijnen. Maar die keeper strekt zich, hij rekt zich uit, hij lijkt al 3 meter en hij redt. Nou, wat een verbijsterende reflex. De bal komt voor het doel. En die bal wordt gevangen door de keeper. Raken ze makkelijk kwijt. Deze aanval begint erop te lijken. Gaan ze op weg naar de winst? Nog 6 minuten reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Slechte paas. En nu de bal kwijt. Daar is hulp voor de aanvaller. Anderson. Key. Dit kan een moment zijn voor een counter. Oh, wat een kans! Nou, die afronding. Jeroen, daar zijn we het over eens. Die was niet geweldig. Het was gewoon matig. Heel matig. Ja, het was een goed uitgevoerde counter. Beter lot verdiend. Ja, dat had veel meer ingezeten. Zo'n paas raak je de bal kwijt. De reguliere speeltijd is voorbij. De stand is gelijk.